We staan hier op het enige olifantengrasveld op het luchthaventerrein van Schiphol. En in de omgeving van Schiphol wordt ook nog 60 hectare verbouwd. Olifantengras is een Aziatisch grasgewas, ofwel Miscanthus gigantus, en kan wel tot 3 meter hoog worden. Schiphol heeft voor olifantengras gekozen omdat het een vogelwerend effect heeft, met name voor onze hoogrisico vogelsoorten zoals ganzen. Het slaat CO2 op, is goed te vergisten en er kunnen hele interessante producten van gefabriceerd worden. Schiphol werkt samen met haar partners aan het fabriceren van duurzame bankjes voor op Schiphol Plaza. En daarin wordt onder andere de oogst van het olifantengras verwerkt als duurzaam beton. Wij zijn nu in het Composietenlab van de Hogeschool in Holland in Delft. In het Composietenlab daar doen we onderzoek en ontwikkeling van composiettoepassingen. Voor de biobased bank gebruiken we olifantsgras, we gebruiken vezelhennep en vezelvlas. En dat komt allemaal bij Schiphol vandaan. Wij hebben de mal klaargemaakt met vezelmatten, die hebben we erin gelegd. We hebben vacuüm getrokken en nadat het vacuüm is geworden, konden we de hars injecteren. Dit heeft ruim een dag uitgehard. En straks is het moment dat we de bank eruit gaan halen. En dat is behoorlijk spannend. Dan weten we of deze bank geslaagd is of dat die niet geslaagd is en dat we weer opnieuw moeten beginnen. Composiet alleen is lichtgewicht. Op het moment dat we dat vullen met biobased beton, olifantsgras, dan heeft het gewicht en dan blijft het netjes op zijn plaats staan. Het vullen met olifantsgrasbeton gebeurt bij Structon. Dus dan gaat hij per vrachtwagen naar de werkplaats van Structon. We zijn hier bij Structon. Om precies te zijn bij Structon prefab beton. Gewone beton heb je natuurlijk zand, grind, cement en water. En bij beton op basis van olifantengras kunnen we het grind vervangen door olifantengrasvezels. En dat is natuurlijk een fantastische toepassing, want je sluit de CO2 voor eeuwig op in je miscanthusbeton, in het olifantengrasbeton. En hier worden de grondstoffen gemengd. Die afgewogen materialen die worden middels de ophaalbakken naar boven gebracht, behalve de miscanthus. Die wordt nog handmatig ingebracht vanwege het feit dat we nog in een experimentele fase zitten. Daarom is het nog niet geïntegreerd in het computersysteem. Om de miscanthusbeton goed te laten hechten aan de biobased mal, brengen we een hechtlaag aan, een zogenaamde hechtbrug, om te zorgen dat er een goede verbinding is tussen de beton en de mal. Vanwege het experimentele karakter is dit natuurlijk best wel handwerk. En normaliter zouden we dit met de kubel zo erin kunnen storten, maar dit moet dadelijk zelfs nog aangestampt worden. Ja, wij denken dat het voor deze toepassing een ideaal product is, een ideaal mengsel is, omdat het voldoende gewicht heeft. En weer niet te zwaar is om nog eens een keer te verplaatsen. Daarnaast is het natuurlijk biobased, dus dat is alleen maar win-win voor alle partijen. Van harte welkom allemaal namens Schiphol hier bij het Jan Dellaertplein. We gaan straks twee biobased banken onthullen op dit plein. De circulaire revolutie is begonnen en dat gebeurt hier in Haarlemmermeer. Ik ken geen luchthaven ter wereld die zo hard eraan trekt als de luchthaven Schiphol. 5, 4, 3, 2, 1, go! Nou, wat dit project voor Schiphol betekent is dat we een biobased bouwstof van gewassen uit de omgeving en van de luchthaven toepasbaar willen laten zijn voor bouwprojecten, vastgoedbouw, straatmeubilair, en dat willen we beproeven. Ja, en dit is eigenlijk een eerste stap in die richting. Heel veel van de belasting komt bijvoorbeeld uit betonproductie. Biobased beton is voor ons dus echt een enorme oplossing om een gebouw groen te maken. Een hele goede oplossing. Daar zetten we toch op in voor de toekomst.